Welkom op de expositie van Esther Jiskoot en Juliane Smit. Ik ben zelf Esther Jiskoot. Wij kenden elkaar werk niet. Het was een idee van de galerie om ons samen te brengen in deze expositie. En zodoende, wij kenden elkaars werk niet en wij gingen kijken wat ons nou zou verbinden of wat het verschil zou zijn. En toen kwamen we uiteindelijk uit op een titel. En de titel van de tentoonstelling is Nu. En nu eigenlijk geschreven in kleine letters, zodat als je het omdraait, dat je eigenlijk een doorlopende loop krijgt van het woord nu. Wij hadden alle twee verschillende ideeën over het woord nu. Juliane had vooral een associatie, die was erdoor geïntrigeerd omdat haar zoon de hele tijd zei van what is tomorrow? En when is tomorrow? Dus het mysterie over wat tijd eigenlijk is. En ik had meer een insteek van nu is alles wat je hebt. Ik zeg niet echt iets over het werk, omdat ik denk dat het werk altijd weer een eigen ding op zich wordt, wat door iedereen anders geïnterpreteerd kan worden. Maar ik kan wel iets zeggen over mijn interesses. Ik ben vooral geïnteresseerd in een soort overleving, survival, copingmechanismes en afweermechanismes die mensen hanteren om te dealen met life, met hun leven. Ik denk dat de mens van nature niet eerlijk naar zichzelf is, dat hij daar eigenlijk niet mee om kan gaan en dat hij dat probeert te verhullen door zich te verliezen in een soort het leven van alle dag. En het leven van alle dag en een vlucht daarin helpt hem dealen om de werkelijkheid van zijn eigenlijk sterfelijkheid of de nutteloosheid op een afstand te houden. Wat me ook interesseert is dat de mens heel vaak creativiteit gebruikt, ook als een soort survival mechanisme, dat hij bezig is dingen te maken om maar niet bezig te zijn met de echte werkelijkheid, zeg maar, die van zijn eigen sterfelijkheid. Is de rol van schoonheid, zeg maar, dat interesseert me, omdat ik een ruimte creëer waar geen woorden plaats hebben. Dus, want woorden zijn enorm met de ratio verbonden en mijn fascinatie gaat juist naar dat deel wat niet met woorden te vatten is en wat een ander soort kennis wat iedereen in zich draagt. Meer ruimte krijgt. Want ik denk dat een plek waar geen woorden zijn, creëert veel meer vrijheid. Ik gebruik wel vaak materialen die ook heel veel aandacht nodig hebben, dus een bepaald soort langzaamheid en tijdrovendheid is ook wel belangrijk in het werk, dat dingen met aandacht gemaakt zijn. Ik denk dat dingen waar aandacht in zit, dat iets heel genereus is wat je aan mensen kan geven. En ik denk dat mensen dat ook begrijpen. Het gaat niet over hoe knap iets is gemaakt, maar het is meer vanuit een genereus idee dat dingen tijd kosten om te maken. En dat dingen tijd kosten om te maken is ook ergens wel een reactie op het, zeg maar, soort jachtig leven wat we allemaal hebben binnen het werk. Ik denk dat wat Juliane's werk en mij verbindt is de sensitivity van het materiaalgebruik, hoe we dat inzetten is. I actually connect the title Nu with the question of the relevance and weighting of things in the present times. For example, Esther's and my artistic work, we are not going to change the world, and yet we continue to work. Now is a small moment between the past and the future. As the time structure is so fascinating because you can hardly capture it. When I read about that our brain seems to process the present in units of about 2.7 seconds, which is actually the duration of a so-called moment, I had to calculate the result that a whole day consists of
32,000 moments. My inspiration is the absurdity of daily life and the behavior, emotions, and psychology of human existence. My work is driven by the contrast of the futility of being and acting, and this immense will to live that almost everyone has, and what really fascinates me. For me, futility of life has a poetic aspect, which I try to show in my work. And I ask myself where the source of our power and motivation comes from, especially in difficult times. I like simple materials. I also like the transformation when I work with simple or everyday materials, but don't use this material according to its purpose. In this exhibition, for example, it applies to the video Kaleidoscope. You can see a view into a kaleidoscope with pieces of broken charcoal. I was really happy to work together with Esther on this exhibition. I think, apart from a similar starting point for our work, we both address the struggles and fragility of human life. I see mainly a connection in the sensitivity of our work.